Zouden we? En we komen hier aan de zee toch altijd leuke dingen tegen. Moet ik hier kijken. Reclame van de Samsung Flip 5. Die film trouwens alles goed om mij, dus jij wordt ook gevonden. Het scheelde niet veel van de prijs. Echt waar. Niet normaal. Ik zit hier en ik hoor. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee, daar ben ik klaar mee. Wit of een roze. Een heel goeie morgen. Kijk eens daar. De zon schijnt. En dat is top, want gisteren was niet zo'n toppe dag. Een toppe dag. Hoort je het? Ik ben nog moe. Het is nog geen 8 uur en we moeten gaan ontbijten. Mevrouw heeft ons wakker gemaakt. Nee. En Noah? Nee, ja. We moeten gaan ontbijten. Ja. Mama heeft ons wakker gemaakt. Top. Oh, Noah wil al ontbijten. Die heeft alweer uitgekeken naar zijn buffet. Hij heeft nog niet genoeg gegeten de afgelopen weken. Maar oké, daarvoor zijn we hier ook. We hebben ervoor betaald. Dan moeten we er ook van gaan genieten. En dat gaan we nu ook doen. Goedemorgen. Please wait here. Zouden we? Nee hoor, dat lusten we niet. Of toch een heel klein beetje, maar ik vind het niet lekker champagne. Maar nu ga ik weer genieten van hier het uitzicht van de mooie zee. Het is toch een zalig uitzicht om hiermee te ontbijten. En met wat anders start Noah de dag dan pannenkoeken. Smakelijk, ja. Vriend. Ik weet niet of het genoeg zout is. Nee, maar ik kan het zelfs nog eens gaan, hè? Smakelijk. Wij hebben heerlijk gegeten en nu moet ik zien in de spiegel daar is mijn buik en Ellen zei: hoe staat die buik staat nogal vooruit? Ja, dat zijn al die spieren van fitness en dus gaat. Is dat niet eten? Nee, dat is geen eten. Dat is geen buikvet, maar dat zijn spieren. Dat is met een sixpack die erdoor komt. En Noah? Hij voelt een klein beetje. Ja, Noah voelt mijn spieren al. En nu is het tijd om even terug naar de kamer te gaan, te bekomen van al het eten. En ons klaar te maken voor ons volgend avontuur. Is dat zwemmen? Nee. We zijn heerlijk aan het wandelen, lekker in de zon. We hebben speciaal gewacht, eerst 200 meter gewandeld, dat we nu in de zon wandelen, want daar is dan nog schaduw. Maar nu is het dus tijd om de beentjes te strekken. We zijn ondertussen al 380 meter ver gewandeld. Wauw. Top, hè? En Noah heeft nog maar 5 keer geklaagd. Een straaljager. Een straaljager. Nee, dat is een gewoon vliegtuig. Een straaljager vliegt meestal iets lager. Ja, die kan ook zo hoog vliegen, hè, maar over het algemeen vliegen die wel lager. En we komen hier aan de zee toch altijd leuke dingen tegen. Moet ik hier kijken. Reclame van de Samsung Flip 5. Noah, wilt je gaan schommelen? Ja of nee? En nu aan die gsm is dat hij een veel groter scherm heeft dan de buitenkant. En dat je die kunt toeklappen. Kom maar aan, schat. Kan je me niet duwen? Hoe heb je... Moet je nog duwen ook? Wacht maar. Kijk eens hier, Noah zit ook op de schommel. En toch niet alleen Noah moet op de schommel, hè? Wij mogen ook op de schommel, toch? Ja, dat zijn gewoon voor grote mensen. Dankjewel Samsung voor de schommel. Ellen heeft een nieuwe app op haar gsm van iets van Pilates of zo voor beginners. Je wilt ze binnenkort gaan doen, moet ik meedoen. Ah ja, moet ondersteunend zijn. Maar nu zien we weer een heel strand vol liggen van mensen die dat aan het doen zijn. Kijk hè. Kijk, ze daar eens buikspieroefeningen doen. Ziet je daar al liggen? Op en neer, hop! Kom aan met die buikspieren. Hup, hup, hup. Of ergens anders. En geen zee zonder go-kart. Dus wij gaan nu hier met de lieve Noah een go-kart uitkiezen. Kan Noah's alleen rijden? Want vorige keer zijn we met 4 op de go-kart geweest. Met 3. We zijn met 3 op de go-kart geweest. Dus nu kan hem eens alleen gaan rijden. Gaan we eens kijken als er iets leuks is voor jou. Hè? Er was al veel verhuurd, maar pakt hem de grootste go-kart eruit. Moet je kijken dat klein manneke hier met de go-kart rijden. Hier bijna de fiets van ver rijdt. Wat een chique go-kart. Dan is de andere camera pakken. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Amsterdam. We boeken een suite aan de overkant. Vanavond is van jou. Ik zie je zitten, trein van 8:30. Je doet je best, maar je vriendje is vervelend. Het maakt je boos, maar het lijkt er niks te schelen. Nee. Waarom blijf je toch bij deze gozer? Als jij bij mij, dan had ik alles voor je over. Het maakt me boos, kan mijn ogen niet geloven. Kom maar met mij mee,
maak je blij. Hoezo geen zomer in België? Het is hier 40 graden, man. Het is hier warm, hè? Het is heel heet. Zelfs zou ik knalrood verbrand. Nee, ik had gisteren al gezegd, gisteren was nog een minder goede dag, maar nu gaat het beter worden. Het is echt geweldig nu. Morgen gaat het nog warmer worden, dan gaan we misschien het strand op. Bikini aan, beachbody. Dan kan je mijn sixpack nog eens tonen aan iedereen. Of met een 3 meter lange stok. Heb je gekregen? Lolly. Een lolly. Noah wil kijken naar de tram die voorbij komt. Daar staan er. Box. We waren er straks nog aan het zeggen van vroeger, zo 20 jaar geleden toen we aan de zee waren, was er veel meer te doen aan de zee. Had je zo een stand van Bijs of van een ander merk, waar je dan altijd gadgets kon gaan halen, spelletjes spelen om te winnen. Elke dag kwam we wel terug thuis met een t-shirt of een frisbee of ik weet niet wat. Ik heb daar ooit een gsm gewonnen zelfs. Dat is niet meer, hè? Nee. Gaat het nog, vriend? Ja. En je gaat weer spelen. Hij gaat spelen, maar waar weet ik niet. Maar we gaan er voorbij wandelen. Nee. En we kunnen helaas niet hier voorbij gaan, hè, Vagamundo. Zonder dat Noah hier naar binnen wilt. Volgens mij moet ik hier mijn schoenen uitdoen. Volgens mij ook, want kijk eens hier hoe chic. Veel plezier. Papa gaat een filmpje van de 360 graden dingen editen, dat je juist gezien hebt. Spelen is gedaan, nu gaan we terug hier. Het zonnetje in, lekker, Noah. Ja, met de tram. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat we het zonnetje in gaan. Ik weet niet hoe dat we gaan. Maar ja, meneer, ik ben aan het filmen. Als je mij wilt volgen, ChrisVV op YouTube. Waar reclame maken kan nog geen kwaad. Straks om 5 uur komt Fleming optreden in het Q Music Beach House. En Noah wil er naartoe gaan, hè, vriend? Ja. Fleming, ook wel bekend voor dit liedje. Eén ding hebben we niet meegenomen hier naar zee en dat is zo'n tent waar die mensen ook aan het sukkelen zijn daar. Met dat blauwe. Dat is echt zo stom. Ik heb zo eentje die je kunt opgooien, 2 seconden en die staat recht. Maar 2 uur en dan is hem pas toe, hè. Ja. Dan moet je een YouTube filmpje zoeken van hoe krijg ik dat ding toe. Maar die hebben we nu voor expres niet meegenomen. Dat is dus Georgie. En hier, die Georgie. We hebben heel veel herinneringen aan. Toen wij klein waren, toen we 18 of 17 waren, of 16, kwam hier elke avond als we in de zee waren een ijsje eten. En die zaak bestaat nog altijd. Top, hè? Ja, dat was lekker ijs. Dat is goed ijs. We zijn hier deze morgen vertrokken, met wel wat volk. Maar nu, schat, dat is niet normaal. Even kijken. Maar we gaan nu even naar ons hotelkamer. Om dan heel snel in het zwembad te springen. En daar is een wafel. En hier zijn wafel en pannenkoeken, ja. Heel snel het zwembad te springen. En dan terug te komen te kijken of we nog iets kunnen opvangen van Fleming. Ja, we zijn hier terug bij Andromeda. Eens kijken wat mijn horloge zegt. 2 uur 14 minuten. 6,91 kilometer. Maar je hebt bijna 7 kilometer gewandeld. Nog wat. Je hebt bijna 7 kilometer gewandeld. Kijk als chef er is, maar dat denk ik niet. Maar wel indrukwekkend. 7 kilometer voor die beentjes. Ik had er niet bij stilgestaan dat er geen hendel aan was en dat hij gewoon boem naar de bodem ging. Wat zalig. En het is na 4 uur. Je weet wat dat betekent. Tijd voor gebakjes. Kijk eens hier, onze bordjes gevuld met lekkers. Hennoa. Ja, en we gaan delen. We gaan delen, uiteraard. Zo zijn we wel. We gaan delen. We gaan nu naar de kamer, snel iets eten, douchen en dan naar Q Music. Wij zijn gewassen. Het is ondertussen 4:15. Om 5 uur gaat Fleming optreden. En vorige keer stond ik met die persoon wat ging optreden, oog in oog. Die kwam juist uit de lift. Dus ik ben benieuwd als we nu Fleming ook gaan zien. Ik denk het niet, ik denk dat we er een beetje laat voor zijn. Volgens mij gaat hij er al zijn als we om 5 uur moeten, als hij op 5 uur moet optreden. En ik denk ook dat er heel veel volk gaat zijn. Ik heb hier een vestje aangedaan, maar eigenlijk was dat helemaal niet nodig. Het is warm genoeg, hè?
Zonder vijsje. Maar warm genoeg en volk genoeg. Kijk eens wat de volk. Een beetje veel volk. En Ellen en Noah die staan daar achter. Ja, Jolien, een heleboel fans, dat is eigenlijk nog een klein understatement. Ik denk dat iedereen met het zonnige weer richting Oostende gekomen is. Q-Bicha is een heel erg goede middag. Zalig om te zien hoeveel mensen de zon gevolgd hebben. Er staat natuurlijk ook gewoon een fantastisch fijn artiest bij ons op het podium. Hij is op dit moment aan het scoren in de Q-top 40 met zijn hit Hypnose. En die brengt hij ook live voor jullie nu op het terras van Q-Beach House. Dus Q-Beach House, laat jullie keihard horen. Dit is Fleming! Jij zegt mij, ik kon dan ontspan geloven. Vanavond gaan we los als de goden hierboven. Breng me maar constant onder hypnose. Alle plekken in maart worden bezocht door je. Meeste dromen die ik had, die gaf ik op voor je. Ik steek in mijn rug dat jij me niet vertrouwt. En we hebben alle twee Fleming een high five gegeven. Ja, Noah? Ja. Top. Noah was mee aan het zingen met Ik neem je mee naar Amsterdam. Was wel leuk. Mooi optreden. Ik kan beter zingen dan Dean Lewis van de vorige keer wat daar was. Jammer dat het maar drie liedjes waren. En enerzijds ook goed dat het drie liedjes waren. Noah wou opgepakt worden omdat hij anders niet goed zag. En dat is niet zo goed voor onze ruggen, hè, schat? Kijk, hè, heb je dat gezien? Die doet dat ook als er een meeuw overvliegt. Hè? Gewoon aan de kant gaan, want die denkt dat hij kaka gaat doen. Ik denk dat ook altijd. Als er een meeuw boven je vliegt, aan de kant, want die durft wel iets op je te laten vallen. En nu gaan we iets doen. Ik weet niet of het gaat lukken, schat. Ergens iets zoeken om te eten. McDonald's. Dat weet ik nog niet, maar ik ben benieuwd. Gaan we het laatst ergens vinden? Dat weet ik niet. Het is later, hè? Ja, het is later dan dat we normaal zouden eten. Normaal zouden we al een uur eerder eten. Maar nu hebben we nog lekkere cakesjes gegeten. Noah nog carré confituurtjes. En mama nog appeltaart. Ja. En ik heb eigenlijk al de rest opgegeten. We hebben het plaatsje gevonden. En het plaatsje is bij de... Bij de halve kip, hè? Bij de koekoek. Vertel eens, Noah, wat ligt er op jouw bord? Kippenvleugeltjes, appelmoes, wat we nu ook hebben. Mm-hmm. Pietjes, snoepjes. Zout. Zout ook? Gehoopte frietjes, ja. Nog iets? Ja, ketchup en een lepel. Oh, oké, top. Ik krijg alleen maar een halve kip en grillpatatjes. En natuurlijk ook, mag niet ontbreken, een pot appelmoes. We hebben lekker gegeten en het was nodig dat we vroeg waren, want ze zijn nu in de aanschuiven hier. Dus onze buikjes zijn gevuld. Maar nu is het tijd om heel even naar de kamer te gaan. Om te gaan rusten. Want Sebes wil Noah. En ik eigenlijk ook de zonsondergang zien. Wij hebben heerlijk gerust. Ik heb deels van deze video, waar je nu aan het kijken bent, bewerkt. En nu is het tijd om... Snel. Ik houd die binnen. Ja, houd je die open? Nu is het tijd om iets lekkers te gaan eten. Een dessertje. Ja, de tram wil ik wel, hè. Oeh, ik wil op de dijk. Nee, op de tram. Bij de tram? Oei, eens kijken. Binnen een uurtje gaat de zon onder en ik wil een mooie zonsondergang filmen. Ik weet wel nog niet met welke camera. Ik heb er drie bij. Noah heeft gewonnen. We zitten niet meer aan een dijk, maar bij het tramspoor hier. En daar is ook ergens een goed ijssalon waar we de vorige keer ijsje hebben gegeten. Ja, dat was passievrucht. Ja, maar ik weet niet of ze nu passievrucht hebben. Dan moeten we eerst gaan kijken, hè. En je moet, Noah. Jouw marshmallows vallen uit jouw potje. In plaats van de ondergaande zon zien we hier de trams voorbij komen. Er staat ook iets leuks. Het is van Red Bull. We zitten hier op een bankje. En dit is pas een goed zicht.
beter dan de tram, vind ik. Kijk eens daar. Kijk eens. Hier, camera. Camera. Nu moeten we die zonsondergang toch wel goed filmen, zeker? Maar even zo meer laten gaan, dat is fijn. Die filmt trouwens alles rondom mij, dus jij wordt ook gefilmd. Dus maar dat je het weet. Jammer. Jammer. Hier juist door een bankje en daar zat een mevrouw. Ik denk dat de mevrouw ons niet aankon, of vooral Noah niet aankon. Want nu staat mevrouw... Ah, je ziet ze daar even lopen. Ze ging nu daar staan. Ik denk dat de mevrouw een beetje weggepest is door Noah hier. Maar Noah heeft niks verkeerd gedaan. Het is gewoon zijn eigen drukke zelf geweest. Het scheelde niet veel of wat de prijs. Echt waar. Niet normaal. Ik zit hier en ik hoor... En ik voel iets. Moet kijken. Achter ons. Dat gaat van een meeuw. Of iets. Of een bruin en dus heb iets raars gegeten. Ja, die meeuw heeft iets raars gegeten. Hey, dat is echt 10 centimeter of het was op mijn kop. Ja, of op jouw hoofd. Want dat is tussen mijn zin. Hebben we even chance. Dan had deze mooie zonsondergang toch niet meer zo mooi geweest. Sta nu voor op je camera. Nee, niet op de kamer. De zon is lekker ondergegaan. En morgen is een heel speciale dag. Maar dat gaan we morgen vertellen. Een speciale dag voor ons. En ja, hierbij gaan we ook deze video nu gewoon al volledig afsluiten. Terwijl Noah daar naar de vliegtuigen kijkt. En in de mooie lucht. En in de mooie lucht. En ik naar de meeuwen kijk, want die hebben ons begaaid. Ik wil niet geloven hoe. Dus ik zou zeggen, dank om te kijken. En heel graag tot de... Vandaag.